fiets ik zo over die brug en dan zie ik zo helemaal het land. Ja, het nieuwe land ligt voor mij open, is helemaal nieuw, is... Ja, Hij ligt niet voor het oprapen. Het is niet, zeg maar, heel duidelijk wat de identiteit van Eiburg is. Okay. Anders had je deze vraag nooit geponeerd. Dus, ja, natuurlijk. We hebben een beetje te maken met een non-identiteit. Toen heette het nog niet Eiburg. Toen had het alleen nog maar ergens een plek, hier in het IJmeer. Dus de eerste jaren zijn we vooral bezig geweest om plannen te maken om te laten zien dat je het water moest uitbuiten. Dus jarenlang hebben we ervoor gepleit om de woningen niet op land te maken, maar boven water, zwevend boven het water. Gewoon palen maken met platforms erboven, daar de woning op te zetten. Ja, nou ja, het is allemaal heel georganiseerd, het is heel bedacht. Het is niet ontstaan. He, begrijp je, op een natuurlijke, organische manier, zoals de grachtengordels zijn ontstaan. Mm. Soms heeft tijd een heel raar ding. Als je dat gaat persen en pushen, dan komt er iets heel anders dan dat je de tijd laat zijn. Maar dat is tegenwoordig, kost dat heel veel geld. In 19...